Hallo, daar ben ik weer met de antwoorden van de allerlaatste winterquiz. Eens even kijken wat u goed had deze week. Daar gaan we. Vraag 1 was, geef een ander woord voor het stilleggen van de bouw als gevolg van vriesweer. Dit moest zijn vorstverlet. Vraag 2. Welk onzinkbaar geacht schip stootte op 14 april 1912 op een ijsberg en verging? Dit moest zijn de Titanic. Vraag 3. Hoe heet het wanneer kinderen vrij van school krijgen om te gaan schaatsen? Dit moest zijn ijsvrij. Vraag 4. Hoe noemt men het kleine schijfje dat gebruikt wordt bij ijshockey? Dit moest zijn een puck. Vraag 5. Wat is een deftig woord voor een zaak waar men ijs kan eten? Dit moest zijn een ijssalon. Vraag 6. In welke stad in Friesland staat het standbeeld van de Elfstedenrijder door de Friese liefkozend Lisfredder genoemd? Dit moest zijn in Leeuwarden. Vraag 7. Naar welk konijn is iemand vernoemd die niet gemakkelijk uit zijn evenwicht te brengen is? Dit moest zijn een ijskonijn. Vraag 8. Wat is het enige zoogdier dat in de Waddenzee leeft? Dit moest zijn een zeehond. Vraag 9. Onder welke naam schaatste prins Willem-Alexander de Elfstedentocht van 1986 uit? Dit was onder W.A. van Buren. En dan alweer de laatste vraag, vraag 10. Dankzij een lompe handelaar en kunstenaar wordt Workum in Friesland tegenwoordig druk bezocht. Maar wie was hij? Dit moest zijn Jopie Huisman. Benieuwd of u de winnaar bent van deze week? Kijk dan even op onze site of in de app. En wie weet anders tot de volgende keer.